voor droog. Het is dag in dag uit hetzelfde beeld. En je ziet hetzelfde aan het gewas. Ja, het kwijnt helemaal weg. Het water in de sloot ook. Het zakt alle dagen 5 centimeter. Nou ja, reken maar uit en is het klaar. Ja. Waar haal je dan je water vandaan? Naar boven kijken en waar open. Elders kan je dan de kraan nog een keer aanzetten, in heel veel gebieden in Nederland. Maar hier op het eiland gaat dat niet. Dat is helaas, we moeten het doen met wat we krijgen in de winter. De biet is een probleem, de aardappel is eigenlijk net zo'n groot probleem. Op het ogenblik in het wintergerstdossen, 29 juni. Ik heb in mijn hele leven nog niet meegemaakt dat ik 26 juni aan het combijnen ben. De extreme droogte zou mede veroorzaakt zijn door het werk aan de dijken. Voor het verstevigen van de dijken heeft het Hooghemmerenschap water van het eiland gebruikt. Je ziet wat ze weggereden hebben, gaat gewoon, het is gewoon schaamteloos. Zeker in een tijd als dit, in juni, gewoon normaal al een hele droge maand is. En nu is het extreem droog. En dat ze dan doorgaan alsof het de gewoonste zaak van de wereld is op Texel. Ja, dat heeft me echt gefrustreerd. Ik heb de slang uit de sloot gehaald. Ja, ik denk, dan is het klaar. Ja. Ik denk, je moet toch wat. Het Hooghemmerenschap benadrukt in de reactie dat er brak eilandwater is gebruikt dat niet geschikt zou zijn voor de landbouw. De Texelaars en het Hooghemmerenschap zijn druk bezig met een langdurige oplossing van het waterprobleem op het eiland. Dat is water opslaan in diepe grondlagen. En in de winterperiode, als we overschot aan water hebben. En in de zomer willen we het dan graag weer oppompen. Ik hoop in 1-2 jaar dat we zover zijn dat we het echt kunnen uitrollen. En dan zouden we voor de toekomst niet alleen voor Texel, maar zelfs voor ver buiten Texel een heel mooi voorbeeld kunnen zijn hoe je effectief met zoet water omgaat.